Als ik terugkijk op die periode, en dan met name de eerste tijd, was het echt de zwaarste tijd in mijn leven die ik ooit heb meegemaakt. Ik ben Jet van Dam, oncologisch chirurg in het Havenziekenhuis. En als mama-chirurg werkzaam bij het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC Havenziekenhuis. Het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC Havenziekenhuis is een gezamenlijk initiatief van het Erasmus MC, de Daniël den Hoed Kliniek en het Havenziekenhuis om onze borstkankerzorg te bundelen. Eigenlijk in ons centrum kunnen alle patiënten behandeld worden met iets aan de borst, of het nu goed of kwaadaardig is. En wij hebben gekozen voor deze samenwerking om gebruik te maken van de kracht van beide centra. Door de samenwerking zijn we snel en efficiënt waar het noodzakelijk is, maar kunnen we ook topzorg bieden als het echt nodig is. In 2010 is bij mij borstkanker geconstateerd. Ik heb het eigenlijk zelf ontdekt, omdat ik nog te jong was voor mammografie. En ik ben direct naar de huisarts gegaan. Hij had hele goede ervaring met het Havenziekenhuis, waar ik gewoon binnen 2 dagen terecht kon om te laten controleren. Als u bij ons op de mammapolie in het Havenziekenhuis komt, doen we ons uiterste best om zo snel mogelijk voor u duidelijkheid te geven. De grote vraag is natuurlijk, gaat het wel om niet een borstkanker? Vooral de verpleegkundig specialist gaf me heel erg het gevoel van veiligheid. Zij handelde heel erg snel, adequaat. Gaf me ook hele goede informatie ook over wat je te wachten staat. Want het is een hele onzekere tijd. Als het zo is dat bij u de diagnose borstkanker wordt gesteld, doe ons uiterste best om ook u zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Vaak is het zo dat binnen 2 dagen bekend is of dat dit wel of niet zo is. Mijn chirurg is Jet van Dam, een hele fijne chirurg, heel kundig in haar vak. En tegelijkertijd heeft ze ook heel veel oog voor de patiënt. Ondanks dat het hier waanzinnig druk is en zij het ook heel erg druk heeft, probeert ze toch tijd voor je te maken als patiënt en ook als mens. De behandeling van borstkanker is multidisciplinair. Heel veel specialisten en verpleegkundigen zijn betrokken bij de behandeling van borstkanker. De officiële opening van het borstkankercentrum was op 4 april 2014. En in het Havenziekenhuis zijn we ontzettend blij dat sinds die tijd ook een plastisch chirurg werkzaam is. En dat is bij de operatieve behandeling van borstkanker soms erg belangrijk. Wekelijks hebben we besprekingen, zowel voor als na de operatie van borstkanker. En bij die besprekingen zijn heel veel specialisten betrokken. Om in ons centrum te komen hebben we een centraal telefoonnummer. Dus alle vrouwen of huisartsen of assistentes van huisartsen kunnen direct naar dat nummer bellen, 703-5000. Ik had een beeld gemaakt van een borst dat aan de binnenkant uitgehold is. En dat beeld heb ik aan het borstkankercentrum geschonken, omdat ik echt zo blij was dat zij mij hadden geholpen. Het Academisch Borstkankercentrum staat voor topzorg met persoonlijke aandacht. Ik ben trots dat ik erin werk.